Nou jongens, nieuwe onride. Dit tel ik ook als een attractie, dus we gaan er mooi in. Nou, kei mooi allemaal. Best wel lelijk. Ja, ziet er hetzelfde uit als normaal, alleen dan oud. Kijk jongen, dit ding is helemaal verroest. Kunnen ze even opnieuw opknappen. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Misschien moeten we bijschijnen. Misschien niet. Moeten we alles hebben. Ja, dit is allemaal quads. Oh, bijschijnen. Van de Wolf. Geen idee wat dit van is. Waarschijnlijk ja, iets raars. Daar is ook nog een krokodil aan het plafond. Ik weet niet of je het kan zien. Nou, dit nog. Nou, voor in de kamer. Maar nee, trouwens, dit zijn we bijna vergeten. Dat is echt niet heel speciaal. Maar hier nog plattegrond van vroeger. Toen er nog ja, geen attracties waren, hè, behalve dit. Carouselcomplex, oftewel carouselplein. Nou, dan gaan we hierheen. Allemaal hele mooie schilderijtjes. Een mooi echtje. Dus, spoel of zo. Sleutel. Hebben we hier nog. Schoen, nachtegaal, verrotte appel, de kleren van de keizer, die onzichtbaar zijn, maar die zijn er helemaal niet, dus waarom is dat zo? Koetje, dus, kabouterhuisje of zo, ik weet niet, die andere kabouter. Nou, de draak, heel mooi, egeltje strekkie. Huisje van de heks. Weet ik veel, Sneeuwwitje, Aspoester, een van die twee. Hallo, papier hier. Wat is dit? Oh, hier is het tuintje, maar die is nooit open. Ja, daar is een poort, die is nooit open bedoel ik. Maar daar gaan we even niet heen. Nou, wat is dit? Dat weet ik niet. De hertjes. En de boze heks, denk ik. Wat zijn dit? Bordjes van de eerste, ja, ik weet niet, eerste misschien. Van ja, gewoon bordjes en al die dingen van Efteling restaurant ofzo. Het vak, Efteling sigaretten. Het vak. Oké, andere schilderijen, echt kwads allemaal. Is niet heel mooi, dus gaan we, ja, sommige wel, daar ga ik wel even bij stilstaan. Nou, mooi ding. Ja, die is ook wel ziek, spookslot. Dan hebben we hier nog zo'n ding, ja, dat is hetzelfde idee, maar dan anders. Gaan we hierheen met allemaal foto's aan de muur. Allemaal gekke dingen. Normaal is hier een film of zo, maar nou niet. Dat is echt scare. Die heeft geen hoofd. Dat is een beetje raar. Dit was Pegasus vroeger. Dat is een attractie voor de Joris en Draak, voor de mensen die het niet weten. Nou, hier heb je nog zo'n elfje of zo. Een Hollander. Een andere foto die gaat bewegen soms. Joris en Draak logo. Hey, deze nieuwe vis. Volgens mij, ik weet niet zeker. Is bij Pinocchio. Ja, dit is, weet ik niet, Pegasus of zo nog. Oh. Dit is een of ander spookslot. Efteling medewerker. Nou, we zijn er bijna. Hier heb je een heel mooi haardvuurtje die er waarschijnlijk niet eens echt fik in zit, maar dat is gewoon een lampje. We hebben een heel oud tv daar helemaal piept aan je oren, dus dat is echt kut. We hebben een gekke oude radio daar staan nog. Het is allemaal oud, we hebben allemaal verzamelaars allemaal ingeleverd en er veel geld voor gekregen. Dus dat is gewoon goede handel. Nou, deze kan nog even snel nog. Nou, er is niet echt heel veel. Dus ja, dit was hem. Even liken. Houdoe.